Voor vers bestuur, in samenwerking met de provincie. We hebben het hier over nieuwe democratie, bestuurlijke vernieuwingen. Maar we gaan nu een uitstapje nemen naar de kunst. En hoe de kunst en de macht met elkaar verweven zijn in een tijd van polarisatie. En dan hebben we het over geëngageerde opdrachtgevers met Ralf Keuning. En graag een applaus voor Ralf. Ralf is, mag ik wel zeggen, als Zwollenaar onze museumdirecteur. En dat niet alleen, ook de directeur van het kasteel Nijenhuis in Bijen-Olst. En natuurlijk Museum de Fundatie. Ralf, van harte welkom. Dankjewel. Had je dit verwacht? Een gesprek zo hier op een skate ramp. Ken je het? Ik ken het niet. Ik had er ook eigenlijk geen enkele gedachte aan besteed. Ik hoop dat er zometeen net zoveel mensen binnenkomen als er bij Marcia van zaten. Dat is natuurlijk best een moeilijke... Maar Mark is er nog wel, dus dat vind ik wel heel fijn. Dat scheelt. Ja, als je aantal mensen nu binnenkomen, komt u gauw zitten. We zijn net begonnen. Ja, maar dit is, je kan op ieder moment kan je binnenvallen. Ja, precies. We hebben plaatjes ook? Ja, die hebben we. Ja, die hebben we zeker. Oké, dat is leuk. Want Ralf, daar gaan we het over hebben. Nou, waar ik het heel graag over wil hebben, is over de rol die de kunsten spelen. We leven in een tijd waarin we het volstrekt vanzelfsprekend vinden dat kunst autonoom is en kunst over zichzelf gaat. We vinden dat niet alleen volstrekt vanzelfsprekend, we vinden dat zelfs ook heel erg wenselijk. Hè, op het moment dat kunst een ander doel dient dan de kunst, dan hebben we zelfs de neiging om dat als een declassering te zien. En we beseffen vaak niet dat een situatie is die nog niet zo heel erg lang bestaat. En die autonome kunst is een vinding van de romantiek. En ik wil het echt niet alleen maar over kunst hebben, hoor. Alleen over kunst is ongelooflijk saai en vervelend. Maar die kunst die had vroeger, was die op een andere manier aanwezig dan dat die nu is. Daarom heb ik dat plaatje ook van die piramides. Je moet je voorstellen dat er in dat hele oude Egyptische Rijk hele ijdele bestuurders zaten die zichzelf God voelden, of in ieder geval het wenselijk vonden dat ze als God gezien werden, omdat het hun machtsbasis wat vergroten. En die hebben kunstenaars bereid gevonden om hun macht dusdanig te esthetiseren dat we hier nog steeds naar kijken. En dat er zelfs een hoop mensen zijn die denken dat dit daadwerkelijk voortbrengselen zijn van buitenaardse wezens. Ik wil het onderwerp nu aansnijden. Ik geef de clue ook graag weg, omdat je misschien zou kunnen vaststellen dat die verwarring waarin wij nu zitten. Ik heb het verhaal van Mark, ik heb maar een breukdeel gehoord, hè, maar het is absoluut zo dat wij zoekend zijn naar onze plek. Hè, zoals wij zijn, onze plek in Nederland. Nederland is op zoek naar zijn plek binnen Europa. Europa is op zoek naar zijn plek in de wereld. En die ontzettende prettige helderheid die wereld had toen ik geboren werd. Ik ben van 1961. En er stond ook een muur, hè, die is nu 30 jaar geleden is die afgebroken. En die muur die was, hè, die verdeelde je in links en rechts, in goed en slecht. En als je zin had om te revolteren, hè, je had bijna vanzelfsprekend een rechtse vader. Die had ik ook. En dan werd je een linkse puber. En dan vocht je een generatieconflict uit waar dan ook weer stripverhalen over gemaakt werden. Dat was allemaal heel prettig, dat was heel helder. En zelfs zo iemand als Churchill die zei dat je toch weer redelijk misdadig was. Dat je als jongeling niet socialistisch was. Hè? Dus, ik moet je nou eens kijken in wat voor rare chaos we zitten. Ik ken een heleboel linkse mensen die... Als het gaat om het emigratievraagstuk, halve cryptofascisten of zelfs hele cryptofascisten worden. Die verwarring, daar zouden we best uit kunnen komen, maar dan moeten we iets meer zorg besteden aan de manier waarop wij onze ideeën vormgeven. Ik vind dat we wel heel erg van het hoofd geworden zijn en dat we propaganda vies vinden. We vinden commercie vies. Je gaat Europa verkoop je niet met beeld.
Je geeft... En Nike verkoopt zijn gimpjes beter dan dat wij Europa verkopen. En dat was niet altijd zo. Want wat was hier het engagement? Wat was het engagement hier? Het engagement hier was dat deze Egyptische vorsten eeuwig leefden. Dat ze zelf goden waren. Het waren niet eens kinderen van goden, ze waren zelf goden. En het is natuurlijk wel heel erg interessant om te zien dat in een hele figuratieve traditie, als je gaat kijken naar die kunst van die Egyptenaren, die was vooral gericht op het weergeven van dat wat je zag. Dat er dus blijkbaar een architectenteam gevonden is die een piramide heeft ontwikkeld. Zomaar uit het niets. Enorm interessant. Dit is ook zo'n vreselijk leuk ding. Zullen we maar geen quiz van maken? Het laatste oordeel van, nou dat weten jullie, het laatste oordeel van, okay. van Michelangelo. En ik hoop dat die... Je hebt hem vergroot. Ja, kijk, ja. Dit is heel fijn. In de Sixtijnse kapel. Geweldig kunstenaar Michelangelo, die opdracht kreeg van een paus. Ik zoek dat regelmatig op, maar vergeet die naam dan weer van die paus. Maar ik weet wel dat het een Jezuïetenpaus was. Die dat deed wat pausen in die tijd deden. Namelijk de reformatie bestrijden. En dat was de grote strijd die op dat moment aan de gang was. En die hele late renaissance barok heeft enorm geprofiteerd van juist ook die reformatiestrijd. En dit is een schilderij wat een hele mooie opbouw heeft. Er zit een hemel in. Er is een moment waarin de schifting plaatsvindt, hè, tussen de goede en de kwade. En helemaal onderin, hè, daar is men in de hel en brandt man men. En het interessante is natuurlijk dat het lijkt alsof het een... alsof dat een fantasiebeeld is, hè? Dantes Inferno. Maar het was feitelijk zo. Dit zijn de heidenen die op de brandstapel branden. Een heel erg politiek werk, wat nu natuurlijk helemaal niet meer zo gezien wordt. In hoeverre is het dan totaal een opdracht? Was Michelangelo niet ook nog autonoom in hetgeen hij kon weergeven? Het kiezen van kleuren, compositie, het verbeelden van mensen? Oh, vast. En het verhaal wil natuurlijk dat hij heeft afgezien van textiel, hè, bij het schilderen van deze mensen. En dat de paus in kwestie dat toch niet zo'n goed idee vond. En dat er overal kleine lapjes op geschilderd zijn. Hè, dat wordt altijd gezegd. Hè. En als ik naar de volgende ga... Hey, hier is dat verhaal natuurlijk nog veel hardnekkiger. Want dit is het schilderij waarmee we het autonome genie van Rembrandt van Rijn vieren. Die dwars tegen alle stijlelementen van zijn tijd... Een heel onconventioneel, bijna in de huidige terminologie... bijna een soort postmodern werk heeft gemaakt. Wat zich... onwaarschijnlijk onderscheid van die klassieke schutterstukken zoals jullie die ook allemaal kennen. Want daar stonden die schutters gewoon keurig in het gelid. Hè, met de wapens recht omhoog. En hè, dat was heel overzichtelijk. Waarschijnlijk is het zo, hè, want dit is een opdrachtwerk geweest. Hè. Die man in het zwart, Frans Banning Kok, de burgemeester van Amsterdam, heeft Rembrandt opdracht gegeven om dit werk te maken. De burgemeester van Amsterdam had zelf geen geld. Hij heeft een sponsor gevonden, dat was een grote textielfabrikant. En die dit gewoon gefourneerd heeft. Het stadhuis lag om de hoek bij het atelier van Rembrandt. En ik denk dat het onconventionele karakter van dit werk... met name bepaald is, of in ieder geval in belangrijke mate mede bepaald is... door Frans Banning Kok, die burgemeester was van op dat moment de machtigste... en de rijkste stad van de wereld... maar ook van de onconventioneelste stad van de wereld. Want er was geen vorst. Het was een vorm van democratie, maar wel democratie van de rijken. En die had hij ook om zich heen. Het was een land waar het individualisme ook gevierd werd. Dus dit is een heel erg politiek statement. Hoe je... Dat ze rijk zijn is duidelijk, hè? Ze glanzen je tegemoet. Hè? Maar dat ze individualistisch, eigenzinnig zijn en strijdbaar zijn... dat zie je er ook aan alle kanten van af. En dat de kunstenaar heel goed op de hoogte was... van de laatste trends op het gebied van beeldende kunst ook. Hè? Want Italië was toen heel erg in opkomst. Hè? We hadden net
die renaissance van Michelangelo, dat zit er allemaal net voor. En dat is met enige vertraging is dat de Alpen overgekomen. Rembrandt zelf is nooit in Italië geweest. Maar hij heeft het wel meegekregen via collega's. En je moet je nou eens voorstellen dat Femke Halsema Marlene Dumas opdracht gaat geven om een statieportret te schilderen van haar college van BMW. Waarmee ze de ecologische ombouw van Amsterdam inzichtelijk gaat maken. Dat is ongeveer, en dan was dit nog veel stoerder, want dit ging echt over wereldheerschappij en zo, terwijl het in Amsterdam gaat over het verhogen van de parkeertarieven met 1,5 euro per uur. Maar het weghalen van het bord I Amsterdam was toch ook wel een soortgelijk statement? Ja, ja, raar hè? Ja, het is ook heel vreemd dat dat weggehaald wordt. Terwijl dit natuurlijk, dit is in feite het I Amsterdam statement. Ja. Hè? Dus het is wel een beetje jammer eigenlijk. Dus het is net alsof je. Maar op zich, als je besluit om zo'n stad te dompelen in een ecologisch collectivisme, is het ook wel heel erg aardig als je dat, als je daar een beeld van hebt. Een beeld van maakt. En mag ik er nog wat vragen, Ralf? We zien nu drie beelden. Hè? Wat zegt het dan over de opdrachtgever? Want die hadden blijkbaar wel een goede smaak. Of ook op een bepaalde manier een soort autonomie, dat ze de kunstenaar wisten uit te zoeken. Die kon vertalen wat ze wilden laten zien. Nou ja, ik denk dat het toen zo ging zoals nu grote bedrijven reclamebureaus pitchen. Ik denk dat het heel erg die vorm had. De opdrachtgever heeft een heel duidelijk beeld wat hij gecommuniceerd wil hebben. En zoekt daar creatief talent bij die in het verlengde van het ideologisch beeld, mm-hmm, of het commerciële beeld, daar communicatie bij maakt. Visuele communicatie, auditieve communicatie. Dat is iets wat je dus over het algemeen nu ziet in dictaturen. Ja, daar is die. Die kan je bekijken in Museum de Fundatie. Dit is een van de langdurige bruiklenen waar ik heel erg trots op ben. Dit werk is van Werner Tübke. Werner Tübke is in 1929 geboren. Is in Leipzig opgeleid aan de kunstacademie. Die kunstacademie daar komt eigenlijk voort uit een opleiding tot grafisch vormgeving. Leipzig is de boekenstad. Wij denken dat Haarlem dat is, maar zij denken dat Leipzig dat is. Ik geloof dat ze gelijk hebben. Maar de academie daar is eigenlijk begonnen als een academie die vooral typografisch werkte. En toen illustratiemogelijkheden steeds groter werden, ook met illustraties ging werken. En de vrije kunst is daar altijd een onderdeel geweest van het pakket. Maar het pakket, daar zat volstrekte beheersing in van de techniek. Een beetje zoals een conservatorium dat doet. Hè? Op het moment dat je viool studeert in een conservatorium, dan word je volstrekt gedrild dat je het instrument helemaal beheerst. En op het moment dat je dat kan, na jaren en jaren en jaren, dan mag je gaan freewheelen. Als je die creativiteit hebt. Nou, zo worden schilders daar opgeleid. En nou, dat zie je wel een beetje bij Tübke zelfs. Het is wel enigszins zichtbaar, hè, denk ik, hoe goed die man kan schilderen. Dit schilderij is gemaakt. Ja, daar is die. Dit is ook de goede plaat. Die is begin jaren 70 gemaakt. Was een opdracht van de Karl Marx Universiteit. Die zien jullie ook hier. Links, dat kleine, ja, links ook voor jullie, dat lage gebouwtje is het Gewandhaus. Waar het Gewandhausorkest optreedt. Dat is de enige concertzaal die in de DDR-tijd nieuw gebouwd is. En rechts, die grote toren, is ontworpen door de DDR-sterarchitect Martin Henselman. Die laagbouw volgens mij niet, dat is een leerling van hem. Als je daar nu heen gaat, dan is die laagbouw die is afgebroken. Daar staat een soort van
kerkachtige structuur die door Van Egeraad, een Nederlandse architect, is gebouwd. Hiervoor namelijk, voordat de DDR ontstond, was de aula van de universiteit in Leipzig was in een kerk. Die kerk was een beetje beschadigd in de oorlog. Die hebben ze opgeblazen, want ze wilden natuurlijk geen universiteit hebben in de kerk. En er is mooie socialistische architectuur verrezen, die natuurlijk op zijn beurt weer werd opgeblazen toen de Bondsrepubliek het stokje overnam. Daar zijn ze in Duitsland erg goed in. Als je naar Berlijn gaat, zie je hetzelfde principe. Het oude stadslot van de Hohenzollern in het hart van de stad in 1956, want oorlogsbeschadigd, onzin. Functioneerde nog, opgeblazen, Palast de Republiek, bijna op hetzelfde grondstuk gebouwd, wat daarna dusdanig asbest gesaneerd is, dat het ook gewoon helemaal, dat het ook weer moest verdwijnen. Nu wordt het Hohenzollern slot weer gereconstrueerd. Maar die toren die is echt wel heel interessant. Het is een opengeslagen boek. Die vonden ze, wordt nog steeds heel mooi gevonden. Die is een klein beetje opgepoetst en wordt nu verhuurd aan bedrijven. Maar die Karl Marx Universiteit, die had een beetje geld. En die was de oudste universiteit in de DDR. En die wilde zichzelf heel groots presenteren. En daar moest ook grootse kunst in. En deze is 5 meter breed. Er hangt een tweede versie van dit werk. Tübke maakte altijd een model. Dit is het model. En de grote versie is 4 keer zo groot. En die hangt daar ook nog steeds. En van voor jullie van links naar rechts. Het werk heet Arbeiterklasse und Intelligenz. Links is de wetenschap, rechts zijn de arbeiders. En ze ontmoeten elkaar in een wervelend samen zijn onder de rode vlag van het internationaal communisme en natuurlijk ook de vlag van de DDR. En het is een volstrekt meeslepend werk. Iedereen raakt iedereen aan. Het is ook geschilderd naar bestaande mensen. We hebben nog een mooie studie hebben we er ook bij hangen van een student die op zich heel mooi is, maar die heeft het dan weer net niet gehaald in het totale ensemble. Het schijnt ook dat dat hier ook mensen op zitten die in het werkelijke leven ruzie met elkaar hadden. En dat kan je ook nog een beetje zien. Dus allerlei beeldverhaal in. En als je het bekijkt, het is overduidelijk communistisch. Maar het zou, plak er Just Do It onder en je hebt een Nike-reclame. Maar dit hangt in de fundatie. Dit hangt in de fundatie. En dit hebben wij in langdurig bruikleen van een West-Duitse textielmagnaat, Peter Mayer. Peter Mayer heeft een heel groot textielbedrijf wat vooral zaken doet met Azië. Hij zit in Frankfurt. En dit had hij in zijn kantoor hangen. Maar hij nadert de 80, dus hij is 2 jaar geleden is hij opgehouden met werken. En zijn zoon vond dit helemaal niks. Er moest iets anders aan de muur. En toen heb ik het gastvrijheid geboden. Ik heb ook al, dus het is een langdurig bruikleen. Ik denk niet dat het ooit bij ons weggaat, maar ik wil het eigenlijk van hem kopen. Want dit zijn dingen die wil ik wel houden. Omdat dit een toonbeeld is van modern geëngageerd kunstenaarschap. Want ik begon al eventjes over die romantiek. Vanaf 1815 kent Europa 100 jaar vrede. En natuurlijk zijn er oorlogen geweest en er is een opstand van de communards geweest in Parijs. En die Pruisen en die Fransen zijn elkaar in de haren gevlogen. En de Pruisen en de Oostenrijkers. Maar het op de schaal van de oorlogen uit de 18e eeuw en uit de 17e eeuw, en om maar te zwijgen van die middeleeuwen, maar ook de schaal van de oorlogen van de 20e eeuw, is die 19e eeuw in Europa behoorlijk rustig geweest. We hebben tussen de slag om Waterloo en de Eerste Wereldoorlog. Ja, is 100 jaar vrede, wordt ook wel Belle Époque genoemd. Je ziet ook dat die grenzen in Europa redelijk stabiel zijn. Elsass-Lotharingen verschuift 1 keer van plek. En voor de rest blijft het allemaal redelijk. En de Europese mogendheden zijn hartstikke druk met het verkavelen van de rest van de wereld. En het Victoriaanse Groot-Brittannië wordt het allergrootste rijk wat de wereld ooit gekend heeft. En iedereen wordt godshemeltje rijk in dat Europa.
Op natuurlijk de proletariërs na, maar die hebben op dat moment ook de touwtjes niet in handen. En je ziet zelfs dat Europa 1848 ook gewoon doorstaat en er geen noemenswaardige revoluties plaatsvinden. 1848. Het communistisch manifest en je ziet wat opstanden links en rechts. Maar dat heeft allemaal wat meer tijd nodig en gaat pas echt effectueren in... Ja, het is heel relatief, maar als je het in een heel groot beeld ziet... Was er rust, was er rijkdom. En zie je dat de noodzaak om dit soort dingen te doen... Want dit had natuurlijk alles te maken met... Hier zijn wij. Wij zijn Amsterdam. Wij zijn de belangrijkste stad van de wereld in Nederland, wat op dat moment een absolute wereldmogendheid is. Maar we moeten er wel enorm hard voor vechten om dat te hebben en te houden. En strijdbare kunst. De kunst die zich, die een rol speelt in het, in de identiteit van dat land. Ook in zijn identiteit tegen bedreigingen. Nou, in die Belle Époque zie je dat, dat kunstenaars die daarvoor ook feitelijk werkten voor de machtscentra. We hebben een paar jaar geleden een William Turner tentoonstelling gehad. De grote romantische schilder die van die explosieve landschappen maakt. Ik heb er geen plaatje van in zitten. Maar die is opgeleid als zeeschilder om zeeslagen af te beelden. Voor de Engelse admiraliteit. Maar toen hij zijn opleiding had afgerond, was er in feite geen emploi meer voor. Want er werden geen zeeslagen meer geleverd. Het was klaar. Er werd naar die koloniën gevaren en die schepen werden volgeladen met snuisterijen die dan hier op de markt verkocht werden. En je ziet dus dat in die tijd kunststromingen ontstaan die zich vooral met kunst bezighouden. Bekendste misschien wel het impressionisme. Kreet laar pour laar, kunst voor de kunst. Die kunst die gaat ook letterlijk over zichzelf. Ik heb er niet eens een plaatje van ingeluid, maar jullie kennen allemaal de waterlelies van Claude Monet. Hoef je je ogen niet voor dicht te doen, die ken je gewoon. En dat zijn waterlelies. Daar zit geen allegorisch verhaal in over waar je de grootheid van Frankrijk of iets dergelijks uit kan lezen. Daar is geen moralistische wereldvisie die daarin tentoongespreid wordt. Daar is geen sprake van nationalisme, fascisme, whatever. Het zijn waterlelies die om waterlelies gaan, die briljant geschilderd zijn, die een impressie van het moment zijn, die omgezet wordt in verf. That's it. Ik krijg de indruk al dat jij dat jammer vindt. Verlies dan kunst zijn functie? Nee, want het grappige is dat je ziet dat die autonomie, die kunst enorm heeft veranderd. Op het moment dat je zo'n Rembrandt ziet, propagandawerk. En je ziet Werner Tübke. Lijkt wel op elkaar. Dat is weinig ontwikkeling. Ze konden het allebei best goed. Maar was dit werk in opdracht? Ja, dit is absoluut werk in opdracht. Ja. Wat zou de opdracht zijn geweest dan? De opdracht was om de wetenschap en de arbeid, wat natuurlijk altijd de spagaat is geweest in die communistische landen, van hoe ga je nou de intellectuelen en de arbeiders met elkaar verbinden? Hoe zorg je ervoor dat ze samen één front vormen en de heilstaat gaan bereiken? Dat werd hier uitgebeeld, heel letterlijk. Dat is ook gewoon ook heel letterlijk de opdracht geweest. Van laat die jonge republiek zien. Het ging op dat moment ook even heel goed met de DDR. Die muur die werkte, dus die brain drain die je daarvoor had gehad, die was weg. En het was een beetje het ingenieursbureau van het Oostblok, de DDR. Dus er werd ook goed geld verdiend. En ze konden dat investeren in van die mooie universiteitsgebouwen, die ook een stevige betekenis hadden, maar ook in dit soort kunsten. Dit zijn echt wel gedroomde staatsopdrachten. Kostte ook wat. En die Tübke die verdiende gewoon 75.000 Oostmark per jaar en die reed in een stretch limo rond. Hij had ook niet alleen maar vrienden in de DDR. Maar het is best grappig, gewoon ook echt een enorme villa daar. En, is ook daarna. We hebben een overzichtstentoonstelling van hem laten zien. En dat in West-Duitsland kan dat niet.
In Oost-Duitsland wel, maar in West-Duitsland niet. Dus dat is wel heel geestig. Dus hier zie je dat heel duidelijk. En die autonomie heeft natuurlijk heel veel gebracht. Want die autonomie heeft ervoor gezorgd dat kunstenaars zo vrij zijn gaan denken dat ze de abstractie ingedoken zijn. Dat ze vormexperiment hebben gedaan waar de boodschap helemaal verdween. Maar omdat hun markt bestond uit rijke mensen die graag intellectueel geprikkeld wil en visueel geprikkeld wilden worden. Zonder dat dat nou al te veel zou raken aan maatschappelijke zaken. Mm-hmm. Is die klok aan het aftellen? Die is zeker aan het aftellen, ja. Oké. Ik zie hier. Was het niet veronderstelling dat je nog 35 minuten had? Ik tikte een klok. Ik dacht dat hij op, maar hij telt af. Hij loopt af. Ik mag nog 14 minuten en 45 seconden, mag ik nog wat zeggen. Maar dat gaat prima, Ralf. Ja. 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 Mooi. Maar het... Dus dat heeft heel veel gebracht. Maar je ziet dat het op een gegeven moment misschien niet meer adequaat is. En ik denk dat moment aangekomen is. Als je... ik ben van 61, sommigen van jullie ongetwijfeld ook, of daaromtrent. Die hele heldere wereld die we vroeger hadden, die op een gegeven moment... Van links en rechts en aan de ene kant en aan de andere kant van de muur, die... Dus 30 jaar geleden ineens één wereld werd, waarbij het even leek dat we gewonnen hadden. En mensen als Clinton zeiden, we krijgen ook nooit meer een crisis en zo. Dat was best interessant. De crisis, dat is iets van de oude wereld. En nou, dat viel wel mee, die crisis die kwam gewoon. Maar nu, in een wereld waarin... iedereen wel op reis lijkt te zijn, waarin het internationalisme echt internationalistisch is, waarin die Global Village, waar ze het vroeger toen ik studeerde over hadden, ik heb massacommunicatie gestudeerd naast kunstgeschiedenis, en ik weet nog dat Anne van der Meijden, die gaf les, die had het dan over die Global Village. De dominee? Ja. De schrijver? Ja. En hij gaf ook les in een kerk trouwens, dat was wel grappig. Maar, en in Twent. Nee, niet eens. Maar die Global Village, dat was toen was dat een soort denkmodel wat je wel kon begrijpen. En als er sprake was van verkeer van mensen, dan waren dat Amerikanen of Canadezen die dan naar Nederland kwamen. En die gingen ook gewoon, waren ook gewoon protestanten of katholieken. Nu is dat allemaal heel anders geworden. En wat helemaal een raar beeld is, is natuurlijk dat we... dat het machtigste land dat straks, of misschien nu al China is... Dat India heel groot wordt. Dat niet alleen Jaguar in handen is van een Indiaanse geldmagnaat. Maar ik rij naar oude Volvo en Volvo is van Chinezen. Het is echt enorm interessant. En ik weet helemaal niet wat ik daarvoor moet denken. Ik geloof dat ik er maar zo min mogelijk van denk. Maar wat je wel ziet is dat in die tijd dat ik jong was, dat het ondenkbaar was dat je gewoon maar handel dreef met dictaturen zonder dat je je daartegen verzette. Dat is helemaal weg. Het Saoedisch vorstenhuis, dat zijn grote vrienden van ons en van onze vorsten. En natuurlijk drijf je handel met de hele wereld en is China een geweldig land. Terwijl we weten dat de mensenrechten daar geschonden worden. Maar we kopen allemaal van die hardstenen zooi voor onze terrassen. Terwijl het vermoeden heel groot is dat die platen gedolven worden door Chinese dwangarbeiders. En het is redelijk verbijsterend, vind ik, dat we dat wij zo losjes omgaan met de vrijheidsmoraal die we vroeger wel geleefd hebben. Maar staat er niet een beetje een haaks op als je zegt van we maken propagandakunst, moet meer vanuit de opdrachtgever. Ja. Dus vraag en aanbod. Ja. Dan past ons handelsgedrag daar toch ook bij? Jawel, natuurlijk. Het is niet zo autonoom. Nou ja, maar ik doel op iets anders. Hè. Dat autonome, dat is mooi, hè? En dat is een verworvenheid. En wij laten ook heel graag gewoon de kunst zien, hè, die in autonomie ontwikkeld is. Maar op het moment dat je gaat nadenken over de vanzelfsprekendheid waarmee wij het leven leiden in de ideologische context waarin wij ons leven leiden. En je ziet hoe zwaar bediscussieerd Europa is. En
hoe makkelijk tegenstanders van Europa het hebben om argumentatie te bedenken, omdat ze zich kunnen baseren op oude nationalistische, in feite voorromantische beeldsystemen. En wij niks hebben, omdat we er nooit in geïnvesteerd hebben, omdat er nooit een Europese commissie is geweest die heeft gezegd van, goh joh, we gaan dat Brussel gaan we nou volbouwen met grote Europese overheidsgebouwen. Moeten we niet iets ontwikkelen als een Europese stijl die een symbool is voor de waardes waar dat Verenigd Europa voor staat? Jullie kennen misschien wel Museum de Fundatie, het gebouw, en daar zit nu zo'n grote mooie bal op, maar dat gebouw, dat oude gebouw, dat is een voormalig paleis van justitie. Zoals er een heel aantal in Nederland gebouwd zijn. En net zoals heel veel van die paleizen van justitie in Nederland, dateert die van de fundatie ook ergens uit het midden van de 19e eeuw. En dat is een soort standaardbouw. In Zutphen ziet hij er precies zo uit, in Leeuwarden ziet hij er zo uit. Dat had een doel, dat had in feite een machtsesthetisch doel, want daarmee werd de eenheid van rechtspraak uitgedrukt. En niet alleen de eenheid van rechtspraak, maar ook de eenheid van rechtspraak in een democratisch systeem, want baserend op het neoclassicisme van de Franse Revolutie en ook op het klassicisme van de oude Griekse stadstaten. Twee keer democratie, twee keer weg met de dictators, weg met de mensen die via erfopvolging ons de dienst voorschrijven. Zo simpel kan het zijn. Zou het ons helpen als we op die manier een Europese stijl gaan ontwikkelen in architectuur en in beeld? Nou kijk, waar het in ieder geval helpt, is op het stel nou dat je dat zo'n Europese commissie een opdracht zou geven tot een Europees ogend parlementsgebouw. Dan zouden ze gedwongen worden om de gemeenschappelijke waardes te formuleren, waarmee de kunstenaar gebriefd kan worden. Dat is al een hele interessante. Je had erbij willen zitten toen die vergadering van Schutters. Want dat heeft hij natuurlijk echt niet alleen besloten, die Fransman en Kok. Want ze hadden gewoon een paar burgemeesters. Die vergadering van Schutters die bij elkaar zaten en die opdrachtformulering aan Rembrandt hebben gedaan. Die zijn gaan discussiëren. Is het nergens terug te vinden? Nee, is nergens terug te vinden. En grappig genoeg wordt er ook heel weinig aandacht aan besteed. Want in het Rembrandtjaar wordt die schoongemaakt. En dat doen ze. Maar dat is natuurlijk, dat wil je weten. Dus er is ooit, zijn er mensen geweest die hebben het geformuleerd. Net zo goed als bij ons de grondwet ook geformuleerd is. En wat is er bij ons gebeurd? Er is een Europese grondwet voorgesteld in een referendum, waarbij de nee-stemmers een heel mooi verhaal hadden, want die roepen dan van ja, nee, maar onze eigenheid verdwijnt. Wordt het dan niet tijd dat we een keertje de collectieve eigenheid van een gemeenschappelijk Europa formuleren? Mm-hmm. En als we daar niet toe in staat zijn, dat we de singulaire eigenheid van een Nederlandse nationale staat binnen een collectief van Europa formuleren? Het is, vind ik, noodzakelijk. Ik heb kinderen, die zijn 19, mijn kinderen. Ik heb een drieling van 19. Die geef ik straks een hele onoverzichtelijke wereld. En het hoeft niet allemaal. Maar ik wil wel dat ze iets kunnen vasthouden. Waarom? Omdat je, vind ik, je moet een zekere mate van koersvastheid hebben als het gaat om de manier waarop je met elkaar en met die wereld omgaat. Dat is noodzakelijk. En als je dan constateert dat die wereld enorm snel, enorm veel groter wordt en internationaler wordt, en dat we die wereld ook omhelzen met z'n allen, want dat past bij ons, dan vind ik het wel heel erg noodzakelijk dat je daar beeld bij maakt wat het ook een feest laat zijn. Kijk, en dat is het leuke van zo'n nachtwacht. Hè? Dat is wel iets dat maakt nog steeds vrolijk. Hè? Dat begrijp je nog steeds wat daar gebeurt. En bij die piramides weet je dat ook. Hè? Waarbij dat natuurlijk echte bloeddorstige heersers waren. Maar de ambitie, die voel je, die pak je. En wat ik heel graag zou zien is dat particulieren
dat individualisme wat er in die autonome kunst is getrokken, die heel goed past bij de romantiek en bij die grenzeloze wereldheerschappij waar we vanaf die romantiek tot een paar jaar geleden van hebben kunnen profiteren. En dat we die kleine slag gaan maken. Dat we beseffen dat we in die wereld zitten en dat we daar onderdeel van uitmaken. En dat we een zekere mate van strijdbaarheid gaan ontwikkelen in dat wat we aan beeld gaan produceren over onszelf. En waar ligt die verantwoordelijkheid? Bij de kunstenaar of de nieuwe opdrachtgever? Nee, bij de opdrachtgever. De nieuwe opdrachtgever? Ja, ja, bij de opdrachtgever. Als in de wat rijkere mensen of de gemeentes? Ons politiek bestuur, onze opinieleiders, onze religieuze organisaties. Iedereen die echt actief bijdraagt aan die wereld zou zich daarmee bezig moeten houden. Want het lijkt nu alsof de voorbeelden komen vanuit zijn absolute macht. Ja, ja, absoluut. Een pauselijke opdracht, een farao. Ja, maar is ook waar. Is ook waar. En dat is, en als je nu ook gaat kijken wie daar vrij goed in zijn, dan is Poetin is daar veel beter in dan het Nederlands Vorstenhuis bijvoorbeeld. Jullie hebben vast nog die kroning hebben jullie op je netvlies. Dat was geen optisch feest. Sterker nog, en daar waren ze ook aan het droogschaatsen, geloof ik, op het ei of zo. Dat was echt redelijk potsierlijk. Je moet nu ook ineens denken aan die Gouden Toren die dan in New York staat met Trump. Ja, maar kijk, op het moment dat je de esthetiek overlaat aan de... Aan een goede kunstenaar. Nee, maar aan de slechte machthebbers, dan gaat het mis. Maar kijk, dit is natuurlijk... Kijk, die DDR was natuurlijk geen fijne staat. Maar dit ding van Henselman is wel heel goed. Het is wel echt een symbool van wetenschap. En op het moment dat je... Het bepaalt nog steeds de skyline van Leipzig. Op het moment dat zo'n land in een van zijn belangrijkste steden... de skyline die van wetenschap laat zijn... Nou, vind ik wel heel stoer. Kom daar maar eens om. Ik vind het wel fijn als er vragen zijn. Want ik heb nog 3 minuten, maar volgens mij kunnen we ook best 5 minuten uitlopen. Want zijn er vragen? Ik loop jullie helemaal vol te babbelen met mijn... Ja. Ja. Horen wij dit allemaal? Oké. Okay. Nee. Ik neem het antwoord mee, ja. Ja, de vraag is, op het moment dat die kunst zich met... Ik probeer hem heel kort te doen en ga heel hard schudden als ik het niet goed doe. Op het moment dat die kunstenaar zich associeert met een machthebber... hoe zorg je ervoor dat hij niet helemaal opgegeten wordt door die machthebber... en ook nog een klein beetje zijn eigen creativiteit blijft houden? Ik denk dat kunst... er niet alleen is voor de machthebber in dit mechanisme... maar ook er is voor degene die macht ambieert. En dus op het moment dat je accepteert dat kunst eigenlijk onderdeel hoort uit te maken... van de communicatiemix van de macht... accepteer je ook dat die onderdeel uitmaakt van de communicatiemix... van het hele spectrum van ons democratisch bestel. En... Nou ja, de kunst gebruikt als spiegel om je eigen macht te duiden. Ja, en ook gewoon als nog niet, ook als domweg marketing tool. De SP is er een tijd heel erg goed in geweest, hè, in hun beginperiode. Die stem tegen met die tomaat was dat was. Grootse kunst in die zin. Hè? En daar hebben ze ook goed over nagedacht. Maar je zag dat ze het verloren toen ze bij het establishment begonnen te horen.
Terwijl ze in zo'n Emiel Roemer straalt wel een soort van bestuurlijke betrouwbaarheid uit. Hè? Dus daar ligt het dan weer niet aan. Maar het beeld hield geen gelijke tred met wat er met ze gebeurde. Dus de esthetiek kan je ook heel erg in de tegenbeweging zoeken. Sterker nog, terroristische bewegingen hebben doorgaans logo's. Waar ze ook heel goed over nadenken. De Rote Armee-fractie gebruikte de Kalashnikov. En als ze zich wilden verplaatsen, dan er werden dan auto's gestolen. En ze hadden een sterke voorkeur voor BMW's. Baden-Meinhof-wagen werden ze ook genoemd in Duitsland. Of Porsches. Toen Andreas Baader werd gearresteerd, reed hij in een paarse Porsche Targa. En dus het gevoel van esthetiek bij macht, dat zit er eigenlijk van nature in. Dus je kan dat heel makkelijk, kan je dat pakken. En er zijn ontzettend veel voorbeelden van kunstenaars die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. En misschien is die Tübke er ook wel een. Want die heeft gewoon hele grote staatsopdrachten gekregen. Omdat die schilderde voor die staat. En die had al die luxe die erbij hoorden. Maar ja, is die Michelangelo nou slecht? Omdat hij voor zo'n moordende paus zo'n meesterwerk heeft gemaakt. Wat puur propagandistisch was. Ik weet het niet. Het is een hardnekkig misverstand dat kunst zich moreel aan de kant van het goede schaart. Ik zou zelfs kunnen zeggen, vaak niet. Als jullie naar Italië gaan, een van de grote renaissancistische vorsten, Federico de Montefeltro in Urbino. Wij vereren hem. Hij heeft daar een gigantisch paleis neergezet. Als je met de auto rond Urbino rijdt, dan vind je allemaal kleine dorpjes waar zijn initialen in huizen staan. En in zijn tijd veroverde hij die kleine dorpjes met zijn leger. Dan werden alle mannen vermoord in die kleine dorp. En alle vrouwen werden verkracht. En die werden daarna bewaakt. En die baarden dan de mannen, de zoons van de soldaten van Federico de Montefeltro. Dat is Federico de Montefeltro. En wij zijn echt heel erg dol op hem. Heinrich speelde heel mooi viool. En zijn vader was componist. Het is heel eng. Je hebt een ontzettend goede nationaal-socialistische kunst. Bestaat. Ja. Dat is de laatste vraag, want wij moeten richting afronding, Ralf. Ik heb een vraag. Ja, kom maar. Kom. Hou hem vast. Ja. Dat als de EU een parlementsgebouw uitvraagt, dan vragen ze niet van dit zijn de waarden waar wij voor staan, dit moet je uitbeelden. Als ik wat lokaler ga kijken, ik ben zelf ingenieur, kom veel bij waterschappen langs. Die waterschapskantoren die inspireren mij altijd heel erg. Dat is op een hele leuke manier vallend water in de gevel verwerkt. Of, ja. Ik heb laatst gewerkt aan een uitvraag van een gemeentehuis, een renovatie van een gemeentehuis. En in die uitvraag stond heel duidelijk van dit zijn de waarden waar wij als gemeente voor staan. Onze inwoners, dit is het karakter bij ons pas. We vinden dat het gemeentehuis moet het uitstralen. Ja. Dus daar zie je dat, tenminste zie ik dat het wel lukt. Waarom is nou de reden dat het op die grotere schaal, misschien die Europese schaal, niet lukt? Omdat we die identiteit nog niet echt gevonden hebben samen? Of kun je daar iets over zeggen? Ja, ik vind het hele goede. Het is een hele goede observatie. Hè? Want je ziet het inderdaad, als je hier in Deventer gaat kijken, het stadhuis. Ja, daar is ontzettend goed over nagedacht. En daar zitten ook heel letterlijk de vingerafdrukken van inwoners van Deventer zitten erin. En ik rijd altijd heel graag vanuit Den Haag terug via, ik woon in Ermelo, via Utrecht. En dan zie ik daar dat grote pand van Rijkswaterstaat zie ik er staan. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dus puur imperialisme is dat. Hè, van een van de oudste overheden in Nederland. Hè. Dat is echt fantastisch. Maar ik denk dat het inderdaad met de schaal te maken heeft. En met de moeite die we blijkbaar met z'n allen hebben om dat Europa in identiteitszin te definiëren. En het grappige was, dat hebben we tientallen jaren hebben we dat ook redelijk kunnen laten, omdat er ook geen enkele noodzaak was om het te definiëren. Maar die noodzaak is er nu wel. En die is er niet een beetje. Hè? Dat is, de problemen zijn zo groot. En als we er niet in slagen,
Ja, dan zijn we een paar dwergstaatjes ergens in het oude deel van de wereld. Hè? En je ziet het nu al gebeuren. Ik hou niet... Ik vind het best lastig om dan mijn eigen xenofobie ineens te voelen. Op het moment dat ik door Amsterdam loop... We moeten afronden, Ralf. Nee, toch? Ja, zeker. Ja, deze mensen hebben een programma. Ja, nou, dan gaan ze gewoon weg. Maar op het moment dat je door Amsterdam loopt... en je ziet grote groepen Chinese toeristen... die Amsterdam bezoeken omdat het ergens op een lijstje staat. En niet uit oprechte interesse voor onze cultuur. He, die doen precies hetzelfde wat wij echt decennia, eeuwen hebben gedaan bij de rest van de wereld. He, maar we krijgen nu gewoon een koekje van de eigen deeg. En mij maakt dat enorm onrustig. Dus we moeten wat. Dat is mijn stellige overtuiging. En dat wat we moeten, dat gaat via de cultuur. En dat is ook wel heel fijn dat het via de cultuur gaat, want het alternatief is wat minder prettig. Tot hier. Dames en heren, Ralf Koning. Dankjewel, Ralf. Merci. En nog een cadeau van Ferenc. Het is een kunstwerk. Oké. Okay. In opdracht. In opdracht gemaakt door de machthebbers van dit festival. Nou, dan. Maar ik pak hem wel even uit dan. Man. Ja, geweldig. Het is een originele zeefdruk met een oorkonde. Een certificaat van echtheid. Och jezus, maar je hebt het helemaal ingepakt. Ja, ik heb hem nu nog niet uitgepakt. Oh, maar moet ik hem niet laten zien? Is die niet zo leuk? Jullie zijn nieuwsgierig, hè? Ik ook. Het is van de kunstenaar die ook de affiches maakt voor Eurosonic. Even kijken, hij moet zo om. Nee, hij zit goed. Kijk, dit is hem. Hij is mooi. Kijk eens. Dankjewel. En wellicht dankjewel. Later op de dag weer hier te Burnside. Nou, mooi zo. Eus nog vanavond hier en Impactor. Volg vooral het programma en een hele fijne dag. Dank u wel.